Goeie. Morgen, middag of avond ligt natuurlijk aan wanneer je deze leuke video weer van mij kijkt. Mijn naam is Amber en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Ik ga vandaag naar de Efteling. Het is 7:10 'smorgens. Dat valt nog wel te zien aan mijn hoofd, denk ik. Maar dat maakt verder helemaal niet uit. Ik ga lekker met Dylan en jullie zullen straks zien, want we gaan met z'n vieren in totaal. Dus jullie zullen straks bij aankomst in de Efteling zien, want daar spreken we met z'n af. Wie de andere twee zijn, dat vind ik wel leuk om nog even een verrassing te houden. En wat doe je natuurlijk als je naar de Efteling gaat? Je neemt wat eigen broodjes mee. Ik ga nu even broodjes maken. Ik ga 4 stuks doen, want in de Efteling zelf is natuurlijk ook nog genoeg eten te halen. Maar ik ga broodjes maken, zowel met kipfilet als met ham. Want dat vinden zowel ik en Dylan allebei heel lekker. Dus daar ga ik even voor zorgen, want we vertrekken al over een klein kwartiertje. Dus we moeten nog even een beetje opschieten. En we zijn ready to go. Ik heb mijn zonnebril, elastiekje, want het wordt vandaag 24 graden in de Efteling. Gewoon in Nederland. Maar we hebben dus goed weer uitgekozen. Dat is heel toevallig, want we hebben echt 3 weken geleden gepland. Daar is Dylan, dat is de chauffeur voor vandaag. En we gaan dus lekker op pad nu. We zijn er. Ik heb hier de kaartjes. Ik loop in met Dylan. Heb je er zin in? Ja. Dat is zo. Kijk jongens, het beroemde gebouw van de Efteling. Of ja, de ingang moet ik eigenlijk zeggen. Nou, de ingang van de Efteling, daar gaan we nu heen. Het is 9:20 in de ochtend of 9:30 is het ongeveer. Nou, de parking staat nu al goed vol, zoals jullie kunnen zien. Ik heb er zin in. Ja. De ingang. We zijn er. Je wordt wel heel erg omgeleid momenteel. Maar we komen er wel. Waar zijn ze? We moesten even wachten, maar ze zijn er. Hi. Even knuffelen. Even Dylan filmen, zou ik knuffelen. Nee. Helemaal leuk. Nou, nu zijn we compleet. Het zijn dus Lieke en andere Dylan. Even dit ook weten, we hebben 2 Dylans vandaag. Helemaal gezellig. Ik heb trouwens gekeken, het zijn dus wel gewoon parkeertickets. Dus jullie hoeven geen parkeerticket te kopen. Ah, dat is fijn. Oké. En... Nee, maar kijk, want er zijn verschillende barcodes. Vandaar. Top. Hebben we er zin in? Ja! Helemaal toppie! Dan gaan we lekker naar binnen. Pak je shine, Lieke, pak je shine. Nee. En we zijn binnen, jongens. We zijn in het park. De beroemde kluis, waar eigenlijk nooit iets heel bijzonders mee gebeurt. Maar goed, het staat er ook altijd. Bij de Efteling heb je altijd zo dat muziekje, hè? Ja. Gelijk het gevoel alsof er echt in zo'n magische wereld loopt. Yes! Ik heb er zin in vandaag, jongens. Ik ga jullie toch zoveel mogelijk proberen mee te nemen in ons dagje in de Efteling. Yay. En de 2 Dylans. Nou, de eerste attractie van vandaag is, je kan het hier zo zien, Symbolica. We gaan ervoor vandaag. Oh, kut. Ik zie hem niet. Oh, daar. Hij gaat daar in de verte. Ja. Daar gaat hij. Ja, jongens. Oh, ja, nu is hij daar. Ja. Ik hoop dat je dat een beetje hebt kunnen zien op beeld, maar er liep dus een eekhoorn. We vonden hem even heel schattig met z'n allen. Ja, daar komt het karretje. Ja! We gaan voorin naar Lieke. En we zitten, de Dillens gaan achterin. Ja,
dan niet zo heel nieuw meer. Maar hier is die nieuwe attractie. Die dus voor in de plaats van de bobsled is gekomen. Ja, Lieke, het is Max en Maurits. We waren aan het twijfelen. We wisten iets met Maurits. Het is dus Max en Maurits. En ja, hier gaan we ook eens een keer in. Nou, ik ben heel benieuwd hoe deze is. Yay. Oh, de entree is 35 minuten. Oh, dat valt reuze mee. Ja. Je moet een knop indrukken. Nu komen we met de lift naar boven. Wacht, je moet het echt zo... Oh, grappig. Grappig, dinges. En we zijn er. Nou, we zijn erin geweest. Nou, een review. Wat vonden we ervan? Heel leuk. Leuk. Ja? Ik ga het jullie even uitleggen. Het ging zeg maar, je had eerst een soort inkomertje, daar had je ook echt een beetje zo'n lullig muziekje erbij. En dan kwam je weer terug in het startgebied, hoe moet je dat noemen. En dan ging je ineens echt 1000 keer zo snel voor je gevoel. En dan ook echt een heel ander muziekje erbij. Dus dat was wel grappig. Ja, ik vind het aanrader, mocht je nog niet erin zijn geweest. Hij is leuk. Een soort boekje. Oh nee! Je helemaal nat! Oh jezus, dat is zo erg! Oh Lieke, je bent altijd mee! Hoe je eigenlijk als je aan zit en dit gaat draaien, eigenlijk een poosje gedaan. Ja, het is gewoon fysiek onmogelijk. Kijk, en nu is het even rustig. Oh nee! Ik ben echt helemaal doorweekt hier. Ja, dat is vast! Oh ja, we worden getikt! Ah! Ja! Nee, er zit er helemaal nog meer vast! Godver! We zitten al de hele tijd vast. We zijn echt tot de drie bootjes zijn we al ingehaald. Dat gaat niet goed. Kijk nou, bootje nummer 4 haalt ons nu in. Wij zitten helemaal vast. We moeten afzetten tegen de vier. Ja, wacht, kom. Ik ga het proberen. Kom. Ja, ik ga sowieso vast. Nee, dat lukt niet. Ik wacht. Lieke, probeer je het. Ja, probeer Lieke. Dat gaat niet in. Nou, bootje 5 haalt ons al in. What the fuck? Dat gaat niet goed. De volgende attractie. Ja, ja, de welbekende Baron. Hey, Lieke, het ruikt hier naar poffertjes. Ja, dat vond ik leuk. Het ruikt hier naar poffertjes. Maar we gaan in de Baron. Bij de Baron. Lekker. Even wat aan het snacken tussendoor. Dylan wil graag een hotdog. Andere Dylan gaan meewachten. Ik en Lieke gaan even een schattig plekje zoeken. Kom. Doei! Oké. Okay. Zullen we daar een plekje proberen te zoeken? Oké, okay, kom. We gaan even lopen. Nou, we gaan hier een plekje zoeken. We vermoeden dat de groep daar zo meteen weggaat. Dus we hebben een heel leuk uitzicht voor de Vliegende Hollander. Waar we hopelijk straks ook nog in gaan. Want die had er net een storing te aan het wachten waren. Dus dat was een beetje jammer. Ja. Dus hopelijk eigenlijk... Oh, daar komt er weer een. Hoi! Nou, hopelijk kunnen wij er zo ook weer in. Nou, een soort herkansing. Ja, inderdaad. Wat deed hij nou? Nou, we zijn net ook in de Vogelrok geweest. Het was altijd een hartstikke leuke attractie. Maar we irriteerden ons een beetje, want in het voorste karretje zaten er 4 meiden. En die dachten even leuk te doen op Snapchat. En die attractie is natuurlijk zo donker als de nacht gewoon. En dat was dus even een irritatiepuntje, maar voor de rest is die attractie natuurlijk superleuk. Ja, en hoeveel attracties hebben we nu al gehad? 7 of zo. Lieke, Dylan, op hoeveel attracties zitten we nu? Hoeveel hebben we nu gehad? Is dat op 6, 7 denk ik? Of ja, 7 is zoiets, hè? Ja. Oké, we gaan even opnoemen. Symbolica hebben we gehad. De Python. De Baron. Die nieuwe Max en Moritz. De Baron. De Baron. De Vogelrok dan. We hebben allemaal gehad. Als je aan terug moet denken, is het echt een beetje lastig, hè? Ja. Wacht, in het begin hebben we nog... Ja, dat is 5. Ja, jongens, het duurt even opzommen. Symbolica? Ja, dat was de allereerste. Bron hebben we nog. Piranha, dat is 6. Zitten we dan nu op 6 misschien? Ja, dat kan wel, want de Vliegende Hollander had storing. En Joost en de Draak tot heden ook. Het is nu 3 in de middag en hij is eindelijk open, dus daar gaan we nu heen. Ja.
zijn. Yes! Helemaal leuk. Dus ja, we gaan nu on my way. Joris en de draak. Yes. Nou, we hebben allebei een vlagje bij elkaar gemaakt. We moesten eventjes wachten, dus we hebben een vlagje. Ja. Jullie mogen mee. Een vlecht. Oh ja, we mogen mee. Jullie dadelijk bij de achterste mee instappen, ja? Yes. Vanwege de faciliteitenkaart zitten wij dus op andere plekjes. We mogen erdoor. We zijn dus net in Joris en de draak geweest en we waren team blauw. We hebben gewonnen, jongens. Yes! Ik kan niet eentje aan de voorgrond doen, hè? Ik ga voor deze niet. Oké, wat jij doet? Oké, ik heb deze. Ik vind het dood eng. Ik wil die gouden eend. Oh nee. Oh nee. Zo. En? Zet erin. Oh, ik heb de varken. Ik heb deze. Oh, dat is ook leuk. Oh, dat is echt leuk. Nou, ik heb glitter zeepaard. Nou, we zijn net in de vliegende honden geweest. Heel lekker weer. Deel naar Lieke zit hier achter. Heerlijk weertje. En we gaan terug naar binnen. En we gaan nog even naar de KFC. We zien jullie zo! Tot zo! En nu op weg naar de auto. En we sluiten de dag af met lekker KFC. Is lekker, Lieke. Lekker. Lekker. Ook lekker, Dylan. Zeker. Iedereen heeft over het algemeen echt kip. En ik ben voor de burger gegaan. Dat is ook een soort van kip iets-achtig, maar... Ja. Smakelijk allemaal! Smakelijk.